Olympisch kampioene Ranomi Kromowidjojo heeft haar zwemtrainingen weer hervat. Uitgerekend op de dag voordat haar coach Jacco Verharen bekendmaakte te stoppen als zwemcoach, trok Kromowidjojo haar eerste trainingsbaantjes sinds het behalen van Olympisch goud. EDTV sprak haar over Verharen, Wouda en haar ambities. Proficiat. Dankjewel. Met je nieuwe coach. Ja, dit is een nieuwe uitdaging en ik heb wel erg veel zin in om sowieso gewoon weer te beginnen met zwemmen. Ik ben gisteren weer begonnen met fulltime trainen met de andere coach, dus dat wordt een hele nieuwe uitdaging, maar ik heb wel veel zin in. Baalde je niet dat Jacco zei ik stop ermee? Tuurlijk wel, ja. Ik vind het ook erg jammer dat hij stopt, omdat ik heel fijn samen met hem heb gewerkt en richting Londen gewoon een hele goede periode heb gehad. Maar ik begrijp zijn keuze volkomen en ik heb er wel echt vrede mee. Hij heeft goed uitgelegd waarom hij de keuze heeft gemaakt. En ik verwacht van een coach gewoon 100% inzet, zoals een coach dat van mij mag verwachten. Ja, en als het er net niet is, dan moet je een keuze maken. En ik vind het heel knap dat hij die keuze heeft gemaakt. Net zoals ik voor mijzelf na de Spelen keuze heb gemaakt. Wat wil ik verder? En na een paar weken of een paar maanden vakantie kwam het eigenlijk al... Heel snel bij mij weer iets van binnen ging de borrelen van ik moet weer zwemmen en ik wil doorgaan met topzwemmen. Dus voor mij is die keuze gemaakt en Jacco heeft de andere keuze gemaakt. Was jij een beetje vooruit te branden gisteren? Nou, dat ging best wel aardig. Ja, ik ben natuurlijk in september al wel een beetje begonnen met trainen toen de rest van de groep opstartte. Maar ben ondertussen op vakantie geweest en nog steeds heel veel andere dingen gedaan. Maar ik ben wel gewoon... Beetje fit gebleven en ben 4-5 keer in de week gaan zwemmen. Maar vanaf gisteren ben ik weer echt gewoon serieus gaan begonnen. En dat de focus weer gewoon op het zwemmen ligt. En heb je al geklokt, 100 meter? Nee, dat gaat voorlopig gewoon nog niet gebeuren, hoop ik. Kijk, met Marcel is dat natuurlijk altijd... dat weet ik niet. Bij Jacco zouden we dat niet doen. Maar ik, als Marcel het voorstelt, dan zeg ik, sla ik even over. Merk je al veranderingen? Ik bedoel, jij bent net begonnen. Maar hoe zie jij Marcel als coach? Heel positief. Ik ken Marcel van de EEK. Hij was jeugdbondscoach toen ik bij de jeugd zat. En heb Europese jeugdkampioenschappen gezwommen in 2005 en 2006 met hem. Dus ik ken hem natuurlijk als coach en persoon wel. Ik denk dat hij ook wel echt gegroeid is als coach de afgelopen jaren. Sowieso verandert er altijd na de Spelen wel wat, of eigenlijk heel veel, na zo'n cyclus. Dan er komen nieuwe mensen bij, dan haken mensen af. Dingen veranderen gewoon. Dus het is sowieso een nieuwe situatie. Maar voor mezelf heb ik gewoon, de basis zit gewoon goed. Ik ben gemotiveerd en wil heel graag zwemmen. En ik denk dat het wel een beetje gaat veranderen met Marcel, maar uiteindelijk... Zal het wel helemaal goed komen. Ik kan me voorstellen, je hebt natuurlijk een enorm top hoogtepunt bereikt in Londen. Als je nu verder gaat, kun je ooit zoiets bereiken weer? Nou, dat is heel moeilijk inderdaad. En mijn doel was gewoon Olympisch goud te halen en het is gehaald. Het zou heel gek zijn als je nu denkt van mijn leven is compleet en ik weet niet meer wat ik moet. Ik vind zwemmen gewoon heel leuk en komende zomer komt er een WK aan en... Lijkt me ook heel leuk om een keer daar op het hoogste podium te komen staan. Dus daar moet ik nu gewoon heel hard voor werken. En komende maanden lekker veel in het zwembad zijn. En dan hopelijk komende zomer gewoon sneller zwemmen dan ooit.